eigenlijk wat iedereen standaard doet. Wat mij hielp, was om mijn vingers een L te maken. En dan de bar B pakken en een kwartslag draaien. Welkom Stekkerbroeder bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij de vraag van SHHDSPDF. Wil je ook een video maken over bankdrukken? Wat goed is om te doen en wat niet goed is om te doen? Beste SHBD, weet ik veel hoe je heet. Ik wil best een video voor jou maken over bankdrukken. Ik als powerlift instructeur en ik bankdruk al een tijdje. Heb best wel wat handige tips voor jou. En ik spreek hier mijn eigen ervaringen mee uit. En wat heb ik gedaan om mijn benchpress van... Waar begon ik ooit eens mee? 40 kilo naar. Het is nu nog niet zo extreem hoog. Een kilo of 100. Eigenlijk te verdubbelen. Nummer 1. Wat ik het allerbelangrijkste vind is... Maak een checklist. Je gaat liggen op het bankje. Stap 1. Stap 2, trek je schouderbladen naar elkaar toe. Stap 3, plaats mijn handen op een bepaalde positie. Zulke soort dingen. Maak van iedere bankdruk, ook squat of deadlift, sessie, iedere herhaling, iedere keer dat je zo'n oefening gaat doen, zorg ervoor dat je een standaard checklist in je hoofd hebt. Die kan je niet gaan googlen, dat is voor iedere persoon verschillend. Maar zorg dat je van het punt van je tenen, tot je knieën, tot je heup, tot je rug, tot je handen, tot aan de barbel loopt. Ieder punt en ieder lichaamsdeel wat ergens een connectie mee maakt met het bankje, met de barbel, dat heeft een vaste plaats. Nummer 2 is mijn buik aanspannen. Oftewel de Valsalva manoeuvre gebruiken. Als je mijn video hebt gezien van direct 10 kilogram meer bankdrukken, squatten, deadliften, die zal ik even in de videobeschrijving neerzetten. Dan weet je hoe je je buik aan moet spannen. En weet je hoe je de Valsalva manoeuvre toe moet passen. Weet je dat nog niet? Kijk die video dan even. Nummer 2 is leg drive gebruiken. Hier heb ik nog geen aparte video van. Maar leg drive gebruiken is... Je gaat plat op het bankje liggen. En je zorgt ervoor dat je je hielen zo ver mogelijk onder je lichaam brengt. Dus wat meer naar je hoofd toe brengt. En vanaf hier duw je zo hard mogelijk met je hielen de grond in. En als je een beetje inbeeldingsvermogen hebt, dan zie je nu de kracht door je lichaam heen gaan. Je lichaam is één stijf blok. Zo je schouderbladen in. En vanaf je schouderbladen stijgt het weer omhoog in de barbel. Een ander puntje is de schouderpositie. Wat ik merkte toen ik 6-7 jaar geleden begon met bankdrukken, was dat wanneer ik ging bankdrukken, ik de barbel natuurlijk in mijn squat rack had liggen. Die lag daar en vervolgens tilde ik hem naar uit. Dus mijn schouderbladen gingen eigenlijk overdreven naar voren en vanaf hier weer naar achter toe. Dit is geen juiste bankdrukpositie. De juiste bankdrukpositie is mijn schouderbladen iets wat naar achter, borst groot en dan mijn schouderbladen naar beneden. Dus je wilt die borst echt laten zien. Dat is een goede bankdrukpositie en een goede schouderpositie. Het probleem is als je alleen traint en je hebt geen spotter, niet iemand die hem eruit tilt voor je, dat je altijd die barbel eruit moet drukken en dan naar de positie gaat. Als jij in de startpositie zit en je trekt je schouderbladen niet naar elkaar toe en naar achter, dan zou je dus altijd verkeerd bankdrukken. Dat is een tip die mij echt verschrikkelijk veel heeft geholpen. Een tweede tip wat mij heel erg hielp, dat was mijn handpositie. Zodra je de juiste breedte hebt gevonden, dan, stel je voor, dit is een barbel. Dan pak ik de barbel beet. Vroeger pakte ik die zo op deze manier beet en ik kneep erin. Eigenlijk wat iedereen standaard doet. Wat mij hielp, was om mijn vingers een L te maken en dan de bar beet pakken en een kwartslag draaien. Als ik mijn levenslijn, noem je dat volgens mij, die moet gelijk zitten met de barbel. Dan hoor ik vast heel veel mensen denken, Raymond, waarom doe je dat? Wanneer ik dit doe, dan breng ik dus mijn ellebogen iets wat omhoog. Dat doe je natuurlijk vanzelfsprekend. Als je dit doet, dan pak ik de barbel beet. En dit is een hele slechte bankdrukpositie met mijn ellebogen zo naar buiten. Doordat ik die barbel beet heb, moet ik eigenlijk die bar wat uit elkaar trekken. Dus ik trek mijn schouderbladen en mijn ruggenwervel en mijn latissimus dorsi naar beneden. Pak een beet. Ik draai naar beneden. Wat heeft dit voor nut vergeleken met het normale beet pakken en gewoon beginnen? Als ik mijn barbel beet pak en ik start gewoon, voel ik totaal geen spanning op heel mijn latissimus en op heel mijn rug.
Terwijl ik een beet pak, nu zit ik in een slechte positie. Nu ben ik verplicht om mijn latissimus aan te spannen, om mijn ellebogen naar beneden te trekken. Nu is er dus continu spanning op dit gedeelte van mijn rug. Wanneer ik nu ga bankdrukken, ben ik veel en veel stabieler dan wanneer ik hem simpelweg normaal beet pak. Wat je niet moet doen, dat is eigenlijk heel simpel. Precies het tegenovergestelde van al deze punten. Dat mag voor zich spreken. En wat je ook nog meer niet wil doen, is gaan bankdrukken met mijn ellebogen gelijk met mijn schouderblad. Of daarboven. Of zo, haaks op het lichaam. Jouw ellebogen zijn altijd iets wat lager dan mijn schouderblad. Dus wanneer mensen gaan bankdrukken en ze gaan dit doen, waardoor er dus weer geen spanning op de latissimus is, waardoor ze dus, wanneer ze dus ook niet de bar even naar beneden hebben getrokken, als het ware hun schouderblad naar beneden hebben getrokken, beginnen ze zo met bankdrukken, de armen haaks op het lichaam. Wat gebeurt er dan? Een klein spiertje die hier voorlangs loopt, de supraspinatus, die gaat klem zitten onder mijn schouderblad. Als die spier klem gaat zitten, die had in principe het weefsel daarvan gaat eigenlijk schuren langs het bot. En zodra je spieren en weefsel gaat schuren langs een bot, dan gaat hij vanzelf sprekend slijten. Krijg hier eigenlijk een ontsteking en dan ben je een aardig eindje van huis. Is de kans aanwezig dat je geopereerd moet worden. Of het is gewoon een kans aanwezig dat je of nooit meer kan bankdrukken of er een half jaar uit ligt. Dat is dus wel zeker een heel belangrijk punt. Dit doen we nooit. We zitten altijd iets lager. Als je mijn tips gebruikt met het beetpakken en je armen draaien, je schouderbladen aan achter doen, dan zit je 9 van de 10 gevallen, zit je al goed. Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat ook ik altijd dacht meer. Meer kilo's, meer herhalingen. Begin eerst simpelweg met het leren van de oefeningen. Het lijkt een heel makkelijke oefening, maar het is best een ingewikkelde oefening. En wat mensen nog wel eens vergeten is dat progressie maken niet altijd in kilo's of in herhalingen gaat. Je kan best met 30 kilo een aanzienlijk goede progressie maken door simpelweg je rusttijd iets te verkorten. Of de oefening langzamer of juist explosiever uit te voeren afhankelijk van wat je doel is. Je kan ook proberen te strekken, net niet helemaal te strekken, waardoor je wat meer spanning op de spieren houdt. En op zo'n manier progressie maken. Dus progressie bestaat niet alleen uit kilo's en uit herhalingen. Maar progressie bestaat ook uit rustpauze, tempo, snelheid van de oefening. En als laatste natuurlijk houding. Strek je hem helemaal uit, kan je best even 2 seconden rust nemen. En weer opkomen. Dat is natuurlijk veel minder intensief dan iets op spanning houden. Dus progressie is er op meerdere manieren. Total strength, ignite your fire and grow stronger.